verdien 60.000 euro op 10 jaar tijd. In mijn recentste bijdrage voor beursduivel.be had ik het over het grote verschil tussen Europa en Amerika. Indien u 10 jaar geleden 100.000 euro in Amerika had belegd, dan hebt u vandaag 60.000 euro meer dan wanneer u dat bedrag in Europa zou belegd hebben. Dit toont het belang aan van steeds te beleggen in de sterkste indexen, de sterkste sectoren en de sterkste aandelen. Uw slaagkans neemt daar enorm mee toe. Op de grafiek ziet u bovenaan de S&P 500, eronder de Eurostoxx 600. En de S&P 500 die vertegenwoordigt dus de 500 voornaamste bedrijven van Amerika. De Eurostoxx 600 die doet hetzelfde voor de 600 voornaamste bedrijven van Europa. U denkt misschien dit verschil, die 60% verschil, dat komt vanwege de euro-dollar verhouding. Wel, ik ving die euro-dollar verhouding aan en dan ziet u dat dat verschil op 10 jaar tijd nu amper 5% bedraagt. Dus we kunnen dat zo goed als negeren. Investeer daarom steeds in de sterkste index. En dat ziet u tijdig en zeer duidelijk aan de hand van de topics. Dat heb ik al besproken gehad in een andere video. Dat neemt niet weg dat het interessant kan zijn om voor kort termijn te beleggen in een countertrendaandeel of een achtergebleven waarde. En in die optiek klik ik nu met de muisklik op de schuifbaar en hier ziet u het verschil tussen de Eurostoxx 600 en de SP 500 op namelijk 1 jaar. 1 jaar tijd. Eronder ziet u de variantie. En de variantie, dat is een statistiekformule die de afwijking ten opzichte van een normale afwijking heel duidelijk weergeeft. Momenteel staat die net onder de 80%. Is dat veel 80%? Wel, dat is heel veel. En dat ziet u wanneer u met de schuifbaar naar links beweegt. En hier hadden we nog een periode van 80% in april vorig jaar, 2015. Maar dan in de voorbije 10 jaar merkt u dat wij amper aan 50-60% zijn geraakt. De variantie die kan op twee manieren verminderen. Of de S&P 500 daalt feller dan de Eurostoxx, of de Eurostoxx 600 stijgt feller dan de S&P 500. En u merkt dat de Eurostoxx 600 in de laatste week het al sneller of beter doet dan de S&P 500. Maar om te weten of de S&P 500 gaat stijgen of zakken, daarvoor klikken we op de tab History. En hier ziet u de knappe formatie van de S&P 500. Ik toon die. Zo ziet je de knappe formatie, de knappe ronde komvorming op de S&P 500. Een komvorming is doorgaans negatief. Maar wordt de komvorming positief doorbroken, dan is de stijgingskracht enorm, omdat zoveel beleggers ervan uitgingen dat de index ging dalen. Al die beleggers zitten short en zijn verplicht terug te kopen. En daardoor gaat de stijging nogmaals toenemen. Wijzigt u de frequentie naar 3 maanden, dan kunt u de ondertoon beter inschatten. Dus elke kaars zijn nu 3 maanden. En u ziet hier een sterke bullish hammer, wat erop wijst dat de trend meer opwaarts dan downwaarts gericht is. Ook via de Renko ziet je de ondertoon op de S&P 500. En wat de Eurostoxx 600 betreft, deze formatie, kent u die? Dat is een omgekeerde hoofd- en schouderformatie. Je hebt hier een bodem, dat is het hoofd. En hier hebt u de tweede bodem. De linkerschouder, het hoofd en de rechterschouder. Komt er een stijging, dan heb je hier de neklijn. U mag de hoogte nemen van deze formatie.
U zet dat daarop en dan krijgt u het nieuwe koersdoel. En dat koersdoel komt overeen met dit niveau. Nog even een aantal Amerikaanse indexen controleren via de topics. U merkt dat de utilities beduidend beter doen als alle andere Amerikaanse indexen. Maar de trend is minder sterk de voorbije week. U ziet de trend van de transportation sector, de industrials, de composite, dat die feller stijgt nu als de utilities. De trend van de andere indexen is feller opwaarts gericht, omdat andere sectoren zoals grondstoffen en olie het nu beter doen. Aan de hand van deze bijdrage ziet u hoe belangrijk het is om te investeren in sterke waarden. Een korte termijn belegging op een achtergebleven waarde is interessant als u het tijdig opmerkt. De topics kan u daarbij heel goed helpen. Klik onderaan op abonneren en zo blijft u op de hoogte van andere beurstips waarmee u het rendement op uw portefeuille kunt verbeteren. Mijn naam is Paul Gins, Transtock, uw kompas voor veilig en rendabel beleggen.